gaat om mij. Het is wel een getrouwde man, hè? Ja, ja, maar die getrouwde man heeft zijn gevoelens als eerste naar mij geuit. Jij gelooft in je eigen verhaaltjes. Je bent de hele tijd een liegen. Nee, ik hoef niet te liegen. 80% wat jij zegt heeft een gelogen. Wat ben je nou toch mee bezig? Houd niet op, elke keer een nieuw verhaaltje. Het is gewoon belachelijk. Is er een klem gereden? Nee. Verdorie. Mijn principe is gewoon dat ik gelijk heb. Gerda en Michel uit Scheemda wonen op nummer 69 en hebben prima contact met de buren. Als de buurman van 67 Gerda helpt met bomen uit de grond halen, gaan ze aan het einde van de dag nog even gezellig in de tuin borrelen. Buurvrouw Zwanet van nummer 65 is daar ook bij. In eerste instantie allemaal leuk en aardig, totdat de buurman van 67 en Zwanet gaan flikvlooien. Het conflict is begonnen om boompjes eruit te halen. Na die boompjes gingen we dus een borreltje drinken met elkaar. Toen begon het dat de buurvrouw, nummer 65 en de buurman van 67, waren een kussen hier in dit huis. Wij zaten allemaal in de kamer en er werd gezoend in de keuken. Buiten waar de getrouwde buurvrouw ook bij was. En dat vond ik ongepast. Nee, ik was in de keuken en Gert kwam achterna. Die heeft me dus een zoen gegeven. Dat is 3 keer gebeurd. Nou ja, en dat vond ze dus niet leuk. Maar dan heeft ze dus pas 3 dagen later, heeft zij dat gezegd. De volgende dag, heb ik gezegd, ik vind het niet gepast wat je gedaan hebt. En onze vriendschap is nu kapot. Beëindig ik. Toen daarna ging ik naar het dorp en daar zag ik een blauwe auto. En daar zat Zwanet in. En toen ging ik over de brug en toen kwamen ze langs en toen gingen ze mij de weg blokkeren. Ik heb toen op de brug aan Gerda verteld wat voor berichten Michel mij stuurde. Ik heb haar dat ook gewoon laten lezen. Een aantal berichten wat eigenlijk best wel erg is dan. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hiermee? Ik zei, Michel die komt straks thuis. Ik ga met hem praten. Ik weet niet precies meer wat erin staat, maar een klein gedeelte weet ik wel. Want zij stuurde echt gewoon eigenlijk kleine pornofilmpjes. Even kijken. Er zijn zoveel berichten. Dit zit in mijn WhatsApp gesprekken met Michel. Natuurlijk zijn dat pornografische filmpjes en weet ik veel wat. Maar hij had dan ook kunnen zeggen, nou Zwanet, hier heb ik geen behoefte aan. Heeft hij ook nooit gedaan. Kijk, ik heb zelfs een mooie foto gestuurd dat ik een gezellige zaterdagavond had met nootjes en zo op tafel. Dat stuurde ik dan ook. Of van mijn hondje. Niet alleen maar pornografisch. In het begin ging het gewoon neutraal, wat hij terugschreef. Maar later eigenlijk wat vunzige berichten terug, zeg maar. Dat betekent voor mij helemaal niks. Helemaal 0,0. Ze beschuldigen mij om te zeggen van hij is verliefd op mij. Maar ik ben niet verliefd op haar. Ik ken hem niet eens verliefd op haar. Want zij zijn eigenlijk meer op uit van een relatie stuk te maken bij andere mensen. Wij vinden het irritant dat er geroddeld over ons wordt. Bijvoorbeeld de buurman hier tegenover, die wil geen contact meer met ons. Om wat zij allemaal vertelde en de mail. Ik heb aan Zwanet gevraagd, laat me met rust. Nee, zegt ze, ik laat jullie niet meer met rust. Nee. Kom. Wij wonen hier nu 5 jaar. Zij is hier geboren en getogen. Ze woont hier 43 jaar. En dat gaat ze ook duidelijk kenbaar maken dat wij zijn import. En wij moeten maar ons aanpassen naar wat zij wil. Ik vind het is een schending van privacy, smaad en laster. En dat is het gewoon. Zoals je kunt zien heb ik hier de camera. Die heb ik dan zo gericht op mijn auto, mijn bolide.
Zo houdt de woede de gaten, 24 uur per dag. Ik doe dit zodat ik in de gaten kan houden of Michel en Gerda ook wat aan mijn auto doen, vernielingen of iets dergelijks. Als ik de deur uitstapte, dan schot ze me uit voor, daar heb je die Big Fat Mama. Ging ik mijn achternicht in de auto, want ik moest naar het ziekenhuis voor de oogcontrole. Toen zei ze ook weer, kijk, daar heb je die Big Fat Mama en te Meijer, zei ze tegen mij. Nou, en dat, daar hou ik gewoon niet van, dat is gewoon niet waar. En dat weet zij ook, want ik heb, ben 25 jaar bij mijn man geweest. Of ze misschien jaloers is op mijn leven of zo, ik heb geen idee. Maar zij moet daar gewoon echt mee ophouden, want dat ga ik niet tolereren. Rijdende rechter, wij eisen dat wij met rust gelaten worden en dat buurvrouw Svenet stopt met onzin verhalen verspreiden over ons en dat verdere overlast stopt en anders doet ze dat niet, vinden wij dat er een boete op moet staan. Rijdende rechter, ik eis dat zij zich niet meer met mijn leven bemoeien, geen bedreiging uiten, geen contact opnemen en anders eis ik een boete. Welkom in de studio. Nou, dat had u ook niet kunnen bedenken, hè, dat een borreltje hier bij de rijdende rechter zou eindigen. Hoe is het nou precies gegaan? We gingen eerst een boompje uit de tuin halen en toen gingen wij een borreltje drinken. En toen begon zij, Svenet, ja. Met de buurman te vrijen en niet andersom. Maar zij begon. Maar vrijen, flikvlooien, nee, kusjes geven? Nee, vrijen, echt vrijen. Oké. Okay. En waar stoorde u zich het meest aan? Dat die getrouwde vrouw ook op de bank zat. Klopt dat? Nee. Wat klopt er allemaal niet? Het begon zoals Gerda zei. Mm-hmm. Uiteindelijk zaten we op de bank en hun buurvrouw zat naast me. Toen heeft hij me dus met twee handen zo vastgepakt en mij echt een dikke kus gegeven. Dus daar schrok ik eigenlijk ook wel van. Dan hoor ik de buurvrouw zeggen van ja, maar zijn getrouwde vrouw was erbij. Ja. Hoe vond u dat? Ja, natuurlijk ook niet leuk voor haar. Alleen toen hij mij kuste, wist zijn vrouw het al wel. Oké. U heeft toen de vriendschap opgezegd? Ja. En hoe vond u dat om te horen? Maakte mij niks uit. Maar het zat u wel een beetje dwars. Ik heb begrepen dat u daarna WhatsApp-gesprekken die u heeft gehad met Michel, ja, de man van, ja, mevrouw, ja, dat u dat bent gaan laten zien aan mevrouw. Ik heb dat aan Gerda gestuurd, omdat zij zegt van, Michel is eerlijk, zei ze. Van mijn achternicht zei van, denk je dat Michel eerlijk is? Ja, zei ze, volmondig. Toen heeft mijn nicht gezegd van, nou, dan moet je maar even kijken. Ja. Vond u dat niet een harde les? Nee. Nee? Oké. Okay. Vond u het een harde les? Nee, want het waren meer grapjes. Oké. Okay. Want ze begon met pornofilmpjes te sturen. Ja, dat vind ik sowieso wonderlijk, want ja, het komt in mijn vriendenkliniek niet echt voor om pornofilms naar elkaar. Ja, bij mij wel heel veel. Ja? Je mag mijn telefoon bekijken, ja. Dat is normaal, dat is grappig. Dus u ziet dat niet als een seksuele toenadering? Absoluut niet. Oké. Okay. Laten we het hebben over de eisen, want dit was eigenlijk een beetje om het allemaal te duiden. Uw eis is echt, hè, smaad ons met rust laten. Ja, ja, met smaad en laster en met rust laten. Want het is nogal wat, hè? Smaad en laster. Ja. Want zo ziet u het echt. Ja, ja. Want ik kon geen links meer om, ik kon niet rechts om. Ik woon 5 jaar in Scheemda. Zij woonde daar 43 jaar. Ze heeft ook een keer hardop gezegd van, hun moeten ons maar aanpassen aan onze normen en waarden. En dan denk ik van, wat, is dit de normen en waarden van Scheemda? Zij zeggen heel duidelijk van, ja, wij hebben een soort normen en waarden. En dat flikvlooien of kusjes geven in huis, in hun huis, waar de getrouwde partner nog bij is, dat gaat ons te ver. Begrijpt u die normen? Tuurlijk, die absoluut. Ja. Maar ja, wat moet je doen als je gekust wordt? Het was een kus en het was over voordat ik het in de gaten had. U heeft het idee dat u niks tegen had kunnen doen? Nee. Maar dan even naar uw eis, want u wil ook dat het stopt. Ja. Hè? Ja. Want u zegt, ik word ook helemaal zwart gemaakt en uitgescholden. Ja, dat riep ze te Meijer. Ook dat ze zei van Big Fat Mama. U heeft haar uitgescholden voor te Meijer en Big Fat Mama? Dat was voor haar nichtje. Omdat ze mij dus wel slettenbak noemde. En nou, ik ga niet woord zeggen wat ze mij gezegd heeft. En toen heb ik tegen haar gezegd, wat wil je nu, Big Fat Mama? Maar heb ik niet tegen haar gezegd. Nee. Maar het is duidelijk,
U wil beide dat het stopt. Ja. Het zwart maken, het schelden. Ja. En dat moet ook stoppen. En daarom is het tijd voor de rijdende rechter om af te reizen naar het Hoge Noorden. Om aan den lijve te ondervinden hoe de situatie in Scheemda zo uit de hand heeft kunnen lopen. Net even Reed, John Reed. Is dat ver uit elkaar? Michel Rieser, John Reed. Hallo, Gerda Bouwland. Ik wilde bij u langs gaan. Ja, is goed. Kom gezellig verder. En die mevrouw meenemen? Nee, die komt niet meer bij me binnen. Jawel. Nee. En anders kan ik het niet doen. Nee, ik ga... Het moet, anders kan ik geen uitspraak doen. Nou, goed. Dan gaan we de tuin even nemen. Ja? Laat die rechts op. Hier gaan we. Dank u wel. Wat is er hier gebeurd? Hier is gebeurd dat ze zat te flikvlooien hierachter. En toen heb ik haar... Hier buiten? Met, ja, en ook binnen in de keuken. En toen heb ik nog tegen haar gezegd van dit kan je niet maken. Maar ze is zo schijnheilig. Ik heb ook gezegd van daar heb je gelijk in. Ik zeg maar mijn gevoelens kan ik niet. Oh, nou geef kan ik wel niet toe. Ja, ze zei van dat kun je niet maken. En ze zei daar heb je gelijk in. Ja, dat kan, maar, tuurlijk. Maar het hoort het niet is sterker zo. Dan ik eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar nu geeft ze het wel toe. Maar toen heb ik toen ook tegen jou gezegd. Maar jij hebt ook gezegd van, het interesseert me niet. Nee, het interesseert me ook niet. Nee. Ik ben verliefd, het gaat om mij. Het is wel een getrouwde man, hè? Ja, ja maar die getrouwde dat jij, man dat jij, heeft zijn gevoelens als eerste naar mij geuit. Jij gelooft in je eigen verhaaltjes. Nee, als jij gescheiden bent. Jij bent hier gekomen, hè? Nu gaan we weer jullie even, zijn hier gekomen en de hele boel is gewoon... Nu gaan we weer even ziek. Want waar heb jij geen ruzie mee? Waar heb jij hier? Ja, kom maar. Ik kan het niet meer horen. Nee. Het is zo lawaaierig dat ik niet meer kan nadenken. Het enige waar u over van mening verschilde, was dat u zei dat ze aan het flikvlooien was. En toen zei u, dat kun je niet maken. En toen zei je, daar heb je gelijk in, maar liefde laat zich niet dwingen. Nee. Vooralsnog geen reden om heel hard tegen elkaar te gaan schreeuwen. U heeft inmiddels een camera geplaatst. Ja. Klopt, hè? Ja. Daar gaan we naar kijken. Dit is de camera, die stond op het pootje van de lamp, gericht ja. naar mijn auto. Is dat deze. Uw auto? Ja. En waarom had u een camera op uw auto gericht? Omdat een van de eerste keren stond zij in de haardeuropening. Stond ze echt zoiets naar de auto te wijzen over saboteren en over mijn auto. Over saboteren? Ja. Over wat? Over saboteren. Met jouw auto? Ach, wat zielig, ja. Ja, nou, ik verzin het niet. Ach, nou. Wat zei u dan wel? Geen flauw idee. Maar toch die saboteren, wat moet met haar auto? Ik weet het niet. Een zielig verhaal. Het gaat niet alleen over het bekrassen van de auto. Nee. Er was nog meer. Ja. Moeten we hier zijn? Yes. Wat is er hier gebeurd? Aaltje en ik reden met de auto op de kruispunt van de brug. Ja? Toen zei mijn achternicht, daar staat Gerda. Toen heeft Aaltje het raam of de deur open gedaan. En toen zei ze van, of vroeg ze van, Gerda, mag ik even met je praten? Waarom bemoei jij je met Svanet? Ook al wil ze 10 kerels hebben op een dag, dat is haar zaak. Maar toen zei ze van, denk jij dat Michel eerlijk is? Toen heeft mijn achternicht haar telefoon laten zien, gesprekken tussen haar en Michel. Toen zei mijn achternicht, Svanet heeft nog meer. Nou ja, ik zeg een... Maar is er hier nog iemand klem gereden of niet? Nee. Ja, dat is haar verhaal. Ik was hier met de hond en toen werd ik daar klem gereden. Je had geen hond bij je? Ik had wel een je hond bij me. Je had een vierkant zeiltje bij je? Nee, ik had een hond bij me. Nee. Want die mensen vinden Kenny heel leuk. Dus nou heb je alweer een leugen. Maar goed, Gerda, je had geen hond bij je. Van je stond zo met een teltje. Die heb je nog op de grond gezet. Wat moet om onze telefoons te... Ja, een grijs teltje. Wat moet ik nou met dat teltje? Ja. Het is heel jammer dat mijn achternicht er dus niet is. Maar goed, het is een hondje of een teltje? Nee, het is een teltje, een vierkant teltje. Is er hier nou iemand klem gereden of niet? Ik ben niet klem gereden, want de auto werd zo schuin over de weg gezet. Is er klem gereden? Nee. Verdorie. Ah, verdorie. Ja. Ga niet liegen, van hier kan ik dus absoluut niet tegen. Dan moet ik me zo in mijn dwang houden. Maar jij wou mij bedreigen. En ik heb gevraagd... Bedreigen, zegt u? Ja. Dat zijn grote woorden. Ja.
En ik heb aan haar gevraagd, laat me met rust. Na die appje zegt ze, nee, zegt ze, ik laat jou niet met rust. Jij hebt toen wat gezegd in de straat, toen heb ik gezegd van, laat me met rust. En heb ik gezegd, never nooit. Nee. Zolang als jij doorgaat, zal ik ook never nooit ophouden. Als jij dat van waarom zou jij alles mogen doen en ik niet? Oh, dat past niet. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen haar. Dat interesseert mij niet. Dat jij je bed dicht houdt en dat ik het gewoon niet kan. Jij moet je bed dicht houden. Ben jij spreid roddels rond? Dan vertel maar even wat voor roddels. Oh, maar dat komt straks wel. Zullen we het daar inderdaad zo over hebben? Ja. Want dan heb ik hier genoeg gezien. Ja. En dan zie ik u allemaal graag terug op de hoorzitting. Zo, dat was even een hele andere sfeer, ander temperament. Jullie zijn hier heel rustig. Ja. Dan krijgen we het volgende hoofdstuk, namelijk uw achternicht. Ja. Speelt nog meer tussen uw achternicht en weer Michel. Michel, wat gebeurt er allemaal? Nou, ze zegt dat ik dus... Ik heb de hele tijd met haar gelopen, zeg maar, met een hond. Maar dan wil ze dus beweren dat ik dus verliefd op haar ben. Misschien heb ik wel gezegd dat ik verliefd op haar ben. Want dat flap je er wel eens uit. Ja, dat is... Heel normaal. Wat ze daarmee bedoelt, is ook niks. Nee? Nee, natuurlijk niet. Maar... En trouwens, wat er allemaal gebeurd is, ja. Wat heeft dat met jou te maken? Ja, met Aaltje. Wat heeft dat met jou te maken? Omdat jij met mijn leven ging bemoeien. Jij was bij mij thuis. Dus en toen heb ik dat aan Aaltje verteld. En toen zei Aaltje van, nou oké, klaar. Dan gaan we ons bemoeien met hun leven. Maar ons dan met rust. Gedaan. Wie moet wie met rust laten? Ik hoef nog geen poot buiten te zetten. Hou je bek. Ik heb geen bek. Hou je bek. Zal ik jouw bek eens verbouwen? Dan heb jij een bek. Doen we dat even niet? Nee, maar ik zie nu in één keer de woede. Ja, inderdaad. Dit is het moment, hè? Snap. Zo slecht tegen. Want het gaat maar door, hè? Het is niet zo dat het is ik opgehouden. Heb mijn gordijn niet achter een stoel hangen, hoor. Om zo, als ze gaat filmen of foto maken... Weet je wel waarvoor dat is? Nee. Weet je wel waarvoor dat is? Nee. Ik zeg dat ik weet je helemaal niet, ik wil toch aan het woord of niet? Maar laten we niet... Nee, meneer, dat heb je ook niet. Swanette, Michel... Jij wel, dan? Michel, even rustig, goed? Het is goed dat ze zo op ons let, want bij ons thuis... jullie letten precies al wanneer Michel weg is en wanneer Michel... Het is net andersom. U houdt elkaar veel te veel in de gaten. Ja. Het lijkt mij handig om dat juist helemaal niet te doen. Nee, maar ik moet wel op mijn hoede zijn als ik naar buiten ga. Want? Ik word gewoon gefilmd en gefotografeerd. Ja, en klopt dat? Nee. Waarom zal ik haar filmen? Zo'n beauty ben je ook niet, hoor. Oké, ik stel voor dat we naar de meningen gaan. Oh ja? De mening in Scheemda over WhatsApp-gebruik en overspel. Want die meningen zijn nogal verdeeld. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje gênant om dit als rechtszaak te hebben. Omdat ik denk van het zijn zulke persoonlijke onderwerpen waar het over gaat. Ik vind het ook een beetje pijnlijk. Ik zou me er niet over stilhouden. Ja, als er iemand in mijn huis iemand met een getrouwde man zou zoenen, dan zou ik er gewoon heen lopen en dan zou ik er fatsoenlijk over gaan praten. Nou, ik zou er niet boos om worden. Het is meer een situatie tussen hun. Ja, of het moet mijn eigen vriendin zijn waar die dan mee gaat, dan gaan we wel botten breken. Ik heb gewoon zoiets van, Jezus, laat iedereen gewoon in zijn waarde en laat ze gewoon doen wat ze doen willen. Want als jouw relatie goed is, dan zoek je er niet bij een ander. Ook hij niet. Oh, ik vind het best dat je iemand een pikant WhatsAppje kan sturen, ja. Dat is in deze tijd gewoon zo. Ja, ik denk tegenwoordig is het gewoon normaal. Mijn hele telefoon staat ook vol met van die dingetjes die worden doorgestuurd in groepsgesprekken. Ik vind niet dat het kan. Dus bij mij is dat een no-go. Ik heb het ook wel eens gekregen, maar ze zeggen, dit hoef je me gewoon niet weer te sturen. Ik ben er niet van gediend, ik hou er niet van. Ik krijg ze soms ook wel eens. Nou, dan ga ik er gewoon om zitten te lachen, dus ja. Ik vind dat gewoon heel normaal. Ik hoor toch heel duidelijk mensen in hun waarde laten. Waarom kan u haar niet laten? Het is haar leven, de dingen die zij doet, dat is haar... Ja, dat moet ze ook allemaal zelf weten. Maar ik wil graag met mijn leven weer verder. Hm. Met mijn hondje, met Michel. Dus u zegt, ik laat haar eigenlijk... Wij laten haar met rust. Ja. De hele Voelt dat tijd ook zo? Dan moet ik zeggen, het is een paar dagen rustig nu. Ja. Dus gewoon elkaar voorbij lopen op straat. Ja, prima, wat u betreft. Goed, het is tijd voor de hoorzitting. En meester Reed bestudeert aandachtig wat er nou in die WhatsApp-gesprekjes is rondgestuurd. Welkom in Scheemda. En aan de orde is de zaak van Boeland en Risa tegen Evardus hier aanwezig. Twee zitten hier omdat u zegt
dat zij uw reputatie kapot aan het maken is. Ja. Dan moet u het wel even duidelijk maken op welke manier ze dat doet. Ik kan geen links om de straat houden, ik kan niet rechts de straat door, ik kan niet over de fietspad, ik kan niet achterlangs. Alles wordt God, wat is daar aan de hand? Wie zegt dat? De mensen buren. In de straat? Ja, mensen dus in de straat. Anderen dan achterburen. Onze reputatie, ze hadden een mailtje onderling, Swanette en Michel, op WhatsApp, mag ook. En ze had altijd pornofilmpjes rondverspreid. Het is begonnen mag met ik, even hallo. Als er iets is, dan kun je altijd bij ons aankomen. Toen heb ik daarop gereageerd, dankjewel, dat vind ik hartstikke lief van jullie. En toen heb ik gewoon af en toe plaatjes en filmpjes verstuurd. Als Michel ook. Als Michel daar niet mee akkoord was gegaan, had Michel ook kunnen zeggen, Svanette, hier hou ik niet van. Pornofilmpjes. Wil je daarmee stoppen? Via de WhatsApp? Ja. Ja. Waar hebben we het over? Ik ga nu laten zien welk materiaal de buurvrouw aan Michel heeft gestuurd. Ik weet niet of je geluid... En dan hebben we het, denk ik, over een kuise versie. Ik heb het gat, lijkt wel een groot. Zeg, Karel, dit is toch niet meer gewoon. Het wordt tijd dat dit nu anders wordt. Oké. Daar heeft de verweerder verstuurd, hoor, wij niet. Naar Michel, toch? Ja, naar Michel toe. En daar ging Michel verder dingetjes op schrijven. We hebben gelezen. Heeft ook... Het is expliciet en het ligt er niet om. Nee. En eind mei krijg ik het onder mijn neus. En dan denk ik, ja, wat wil je hier... Van wie? Van Svanette. Ja. En dan denk ik, wat wil jij hier nou mee bereiken? Laten we het aan mevrouw Everaerde zelf vragen. De WhatsApps die Michel naar u gestuurd heeft, die zijn heel expliciet. Ja. Over wat hij met u wil doen. Ja. En dat heeft u toen aan zijn vrouw laten zien. Ja. Waarom? Omdat zij dus met mijn leven bemoeide en omdat zij denkt dus dat haar man heilig is. Heilig is? Ja. Dat hij dus niet zulke dingen doet. Nou, ik denk dat jij een heilige boontje uithangt. Maar de buurvrouw zegt, waarom stuur je dan pornofilmpjes rond? Dat is niet op hem gericht. Dat ik stuur het ook naar vriendinnen en andere vrienden. Daar is het mag ik iets heel wereldvreemds vragen? Hoe deel je met een groep pornofilmpjes? Via WhatsApp. Of via WhatsApp? Ik krijg in een groep, maar is er dan een Scheemda pornofilmpjes WhatsApp groep? Nee hoor, ze komen overal weg. Zelfs uit Heerlen. Nee, maar omdat uw buurvrouw zegt, waarom stuur je Michel een pornofilmpje? En dan zegt u, dat doe ik niet alleen naar hem, nee. Doe ik naar iedereen. Toen dacht ik dat er een soort WhatsApp groep was. Waarin nee, u zegt, ik gooi daar die porno in. En dan kan iedereen er lol van hebben. Maar het is wel zo dat ze u ze per persoon verstuurt. Ja. Wat zij zegt, we waren goed met z'n vieren bevriend. Ja. Waarom heb ik die pornofilmpjes dan niet gekregen? Had u ze graag gekregen? Nee, wat moet aan mij? Precies. Ik heb Michel heel lang laten zwijgen. Ja, nou. Maar die zit er gewoon naast. Ja. Meneer Michel, ik heb die WhatsApps ook gelezen. Ik heb wel iets gezegd van, nou, weltrusten. Mag ik niet zeggen van weltrusten? Nee, of weet ik veel? U heeft meer gezegd dan weltrusten. Oké. Als ik dat allemaal gezegd heb, dan... Dat was allemaal als grappen bedoeld. Niet als eerlijk bedoeld. Nee? Natuurlijk niet. Waarom? Weet ik niet. Omdat u het wilde doen misschien? Ik heb een hele lieve vrouw naast mij. Die alles met mij wil. Ja. We gaan visje, weet ik veel. Wat we willen doen. Dalsen of zo, weet ik veel. Als we dat willen doen, kan ik dat doen. Maar hè? Echt nooit. Nou, u hoort het. We gaan even weg bij de seks. Waar moet mevrouw Everaerdes mee stoppen? Leugens in de wereld vertellen. Niet dat, dat ze niet met een gescheiden man gaat. Dat ze met een getrouwde man gaat. Dat ik gewoon rustig, zonder iets aangesproken te worden... Wie spreekt u aan? Wie mij aanspreekt, zij. Aaltje. Als u boodschappen doet of de hond uitlaat? Ja, ook de hond uitlaat. Of een tuiltje uitlaat. Ja, dat neem ik ook geregeld mee, vierkant tuiltje. Zegt u dat uw buurvrouw aan anderen die WhatsApps laat zien? Ja. Oh, aan wie? Ja, tegenover ons, de buurman. Daar heb ik geen filmpjes bij laten zien. Nee, niet de filmpjes, maar de WhatsApp-communicatie met uw buurman. Ook geen WhatsApp-berichten. Maar mijn achternicht en ik hebben een verhaaltje gemaakt... Hoe het allemaal is begonnen. Dat Michel dus verliefd op haar is. Zij is daar niet op ingegaan. Dat soort verhaal, dat verhaal
hebben wij op papier gezet. Op papier gezet? Ja, op papier gezet. Zodat gewoon, als iedereen erover begon, dat we zeiden van... Zo is het niet, het is zo en niet anders. Er is ook alleen één iemand maar die papier heeft. En dat is de overbuurman. En wat wilt u precies waar zij mee stoppen? Dat zij dus ook leugens in het rond... Welke leugens? Nou, zij zegt dus dat ik niet zou zeggen dat ik niet met een getrouwde man... Mm-hmm. Nou, ik kom er eerlijk van uit dat hij nog getrouwd is. Ik ben zelf ook getrouwd. En dat ze dus, zo gauw als ik de deur uit ga, dat ze mij dus naroepen voor Te Meijer of... Big Fat Mama. Yes. Die was het, toch? Ja. De grondslag van die vorderingen, daarin vielen de woorden smaad en laster. En u heeft zich op de grondwet beroepen in de vrijheid van meningsuiting. Nou, dat zijn allemaal interessante leerstukken die ik toch even niet onbesproken wou laten. In welk kader heeft u zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting? Ik vind gewoon, je woont in een vrij land. Dus ik mag gewoon mijn mening zeggen, zoals ik daarover denk. Dat is waar. Ja. Totdat u de belangen van anderen onrechtmatig schaadt. Het kan dus zijn dat iemand, ondanks het feit dat wij vrijheid van meningsuiting hebben, met zijn of haar uitlatingen het doel heeft om iemands eer en goede naam aan te tasten. Dat noemen we smaad. Ja. Nou is ook het woord laster gevallen. Laster is één stapje verder. Dat is als je weet dat je onwaarheden vertelt over iemand. En dat expres doet om zijn of haar eer en goede naam aan te tasten. Dus laster is nog erger dan smaad. En dan vertel je expres leugens. Ik heb hier boven water geprobeerd te krijgen in hoeverre dat smadelijk of lasterlijk is. In hoeverre staat het me vrij om aan iemand anders WhatsApps te laten zien die iemand anders naar mij heeft gestuurd? Dat vroeg ik, dat kun je je afvragen. Want is er, dan kun je zeggen, goh, is er niet zoiets als het briefgeheim? Nou, dan weet u waar ik over na te denken heb. Dan heb ik hier genoeg gehoord. Ja. En ik zie u graag terug in Slot Zeist. Krijgt u nou ook rode oortjes van uw buurman zijn appjes? Of heeft u een heel ander conflict? Meld u zich dan nu aan. Het is tijd voor de uitspraak. Hier is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Boeland tegen Everardus. U stelt dat mevrouw Everardus uw privacy schendt door uw WhatsApp-berichten en roddels over u te delen met derden. Het delen van WhatsApp-berichten kan onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig zijn. Bijvoorbeeld als de berichten, zoals in dit geval, een heel intiem karakter hebben en je de berichten in brede kring deelt. Maar u heeft niet aannemelijk gemaakt dat Everardus de berichten van uw man aan anderen heeft laten zien dan aan haar achternicht en aan u. Ook heeft u niet aannemelijk gemaakt dat Everardus opzettelijk onwaarheden over u heeft verspreid. Wel heeft ze haar versie van de gebeurtenissen met de overbuurman gedeeld. Dat mag. Mevrouw Everardus maakt zich niet schuldig aan smaad, laster of schending van de goede naam. Volgens u maakt Boeland opzettelijk inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer en maken zij zich schuldig aan bedreiging. Maar u heeft weer niet aannemelijk gemaakt dat Boeland van plan was om uw auto te bekrassen. Dat zij u of uw familie op straat uit heeft gescholden voor Big Fat Mama of Te Meijer is natuurlijk verschrikkelijk, maar naar mijn oordeel onvoldoende om te kwalificeren als bedreiging. Het is overigens onrechtmatig om als particulier een camera op de openbare weg te richten. Buren hebben het recht om niet gefilmd te worden als ze zich op de openbare weg begeven. En de camera moet dus weg. U vordert over en weer met rust gelaten te worden. En dat is een ontzettend goed idee. Maar een contactverbod ga ik niet opleggen. U weet het, contact tussen buren is onvermijdelijk. En ik wijs deze vordering af. Dit is mijn uitspraak. En zo zit het. Geen contactverbod? Nee, logisch. Logisch, zegt u nu. Ja. Maar hoe moet het nou verder? Gewoon
als we de deur uitstappen. Gewoon eventueel het hoofd omdraaien, gewoon doorlopen. Elkaar compleet negeren? Is dat ook uw plan? Niet liever dan dat. Niets liever dan dat. Met deze woorden sluiten we deze uitzending af. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag.